zijn bijna klaar voor dit grote evenement. Ik ga zo even kijken. In een wedstrijdje kijken. Gaan knallen, hoor. Ze gaan wel knallen. De gillen. Zoals vorig jaar, ze knallen als een malle, echt. Ja. En vooral het tandem of dat katamaran, bam, vliegen. Ja. Ik gok op gewoon 3 gebroken botten. Zeker vandaag. 3 gebroken. Zeker weten. Er zit zo'n gap gewoon. Er gewoon zo'n, er past gewoon heel in die 149 truck in die spleet daar aan het eind. Dat is echt gillend. Ik ga niet, blijf van hier zitten. Bogo, wij blijven hier. Hè? Wij blijven hier. We gaan het allemaal meemaken. We horen de schreeuwen van de vallen wel. Wij supporten alles. Vooral deze. Ben ik klaar voor brand? Ja, dat is wel. Oké, dan gaan we 3, 2, 1. Ice Skateboard Fitcast, issue nummer 91. Ik zit hier met Bram. Bram, wat is het? Oerendhard, hè? Zoals elk jaar. Ja, hoeveel keer zit Oerendhard? 7e keer. 7e keer al. Leg eens uit, wat is Oerendhard? Oerendhard is een soort van festival. Er zijn geen bands, maar er is wel skateboarden en een camping. Ja. Ja, hoe stel je het ontstaan? Het liedje of... Het liedje. Dat moet raak een beetje zo onder, dat liedje. Ja, maar het even nu. Eigenlijk is dit de 8e keer. Er is nog een keer daarvoor geweest. Dat was weer een paar jaar voor de eerste keer. Ik zal even mijn portofoon uitzetten. Ja, ik ben hier opgegroeid en ik vond het een leuke baan. Ik kwam hier nog vaak, nadat ik verhuisd was, ben ik vaak terug geweest hier en vaak geskaten en vette banen. Ja. Ik bedacht me dat dit een vet evenement kon zijn met die disciplines. Ja, precies. Welke disciplines? Vooral snaker en speed, bordercross en katamaran. Oké. Echt de echte oldschool dingen. Ja, oldschool, het is tijdloos toch? Ja. Ja, ik vind ook dat het tijdloos is, maar ik denk dat voor heel veel kids het gewoon oldschool is. Je weet niet eens wat de katamaran is. Nee, vaak weten ze het inderdaad niet. Nee. Maar ja, goed, daar zijn wij voor, hè, voor opvoeding. Precies. Hey, die baan staat ook al 30 jaar. Vertel eens daar wat meer over. De baan die is hier 30 jaar geleden geplaatst en ontworpen door Tom Curvers. Een meneer die helemaal niks met skateboarden te maken had en heeft eigenlijk. Maar die toevallig de opdracht kreeg om hier eigenlijk een skiheuvel te bouwen. Maar hij dacht van, het skateboarden was toen net de eerste rage mee bezig en dacht dat de skatebaan beter zou zijn omdat je die het hele jaar door kan gebruiken. Ja. En hij heeft wat magazines gekocht bij Rodolfo's geloof ik destijds. Oké. En van daaruit zag hij wat plaatjes en is hij een beetje gaan tekenen. Hij wist de hoogteverschillen en de lengte. En toevallig heeft hij het goed gedaan. Ja, het is een beetje een tijdloze baan dit. Ja. Ja, het was 79 denk ik zo'n beetje. Ja, 1979 en toen begon ik ook met skateboarden. En, de eerste raadje, toen had ik ook zo'n plastic rood bordje. Heb jij die ook meegemaakt? Ja, ik heb hem zeker meegemaakt, zeker wel. Ik dacht dat jij wat jonger was. Nee, ik was 5 toen kreeg ik, of 6, wat kreeg ik mijn eerste skateboardje. Stond mijn naam zo mooi op, Johnny. En toen was ik ook al aan het rollen, Bram. Oké. Ik had een California Sun. Oké. Ik had waarschijnlijk zo'n speelgoed ding, maar ik was aan het rollen in ieder geval. Oké. Ja. Vet. Hey, wat gaan we allemaal zien vandaag? In ieder geval vandaag hebben we jump ramp, best trick, banks en bumps. Daaronder daar is een mooi obstakel bijgebouwd door Cheert en Burnside. En we hebben best line. En we hebben dit jaar minder obstakels om eigenlijk het originele baan meer te gebruiken. Ja. Dus we gaan ook meer de banks gebruiken van de downhill. Oké. Als mensen meer informatie over Oerendhard willen, waar moeten ze naartoe gaan? www.oerendhard.net en niet .nl, want dan krijg je geile porno. Oké. Ik zet gewoon een goede link op mijn website. Dat was het voor deze Fitcast. Wil je meer informatie over deze Fitcast? Ga naar www.iskateboard.eu. Vraag of opmerkingen natuurlijk naar botselt@iskateboard.eu of naar Hives, isvc.hives.nl. Over 2 weken ben ik er weer. Muscle! En wat poos op het strand.
nog een turbostand op, jongen, let op. Kijk, daar heb ik gewoon 10 jaar voor gewerkt, hè. Ben ik bij Vans gekomen en dan mag ik wafels bakken. Dat bedoel ik maar. Droombaan. Wat zeg je zelf? Droombaan. Hey jongens, een even applaus voor Joey. Onze koekenbakker. Dankjewel mensen. Het is een eer om voor jullie wafels te bakken.